ga normaal wel aan de stemmen. Ja. Ik ben weer op pad gegaan voor Stem van de Stad. Want ook vandaag ben ik heel erg benieuwd wat de inwoners van Enschede van hun stad vinden. Welke thema's vragen na de verkiezingen om aandacht in Enschede? Gaat u stemmen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen? Ja, ik denk het wel. Ik ga normaal wel aan de stemmen, ja. Heeft u al een idee waarop u gaat stemmen? Nee. En welke thema's, als je zo kijkt, wat vindt u dan belangrijk? Welke belangrijk zijn? Werkloosheid vind ik altijd wel belangrijk. En waarom vindt u dat zo'n belangrijk thema? Nou ja, omdat ik denk dat het belangrijk is voor mensen dat ze dus werk hebben. Veiligheid, hè, vind ik ook belangrijk. Nou ja, wat je nou heel erg hoort is dat vrouwen natuurlijk allemaal lastig worden gevallen en nagefloten en dat soort dingen. Ik denk wel dat het heel moeilijk is om dat op te lossen, maar veiligheid op straat is natuurlijk belangrijk, vind ik. Armoedebeleid vind ik ook wel belangrijk voor mensen die dus dakloos zijn en dergelijke. Diftar, betalen voor restafval, moet worden afgeschaft. Vindt u dat u nu te veel betaalt voor het afval wat u weggooit? Nou, ik persoonlijk zit daar niet zo mee, maar het is natuurlijk wel zo dat omdat je het moet betalen, dat er mensen zijn die het gewoon in een bos en zo dumpen, moet meer camera toezicht komen. Nou ja, dat hoeft van mij niet zo. En waarom niet? Omdat ik denk dat er al van allerlei camera toezicht is. En ja, ik heb ook het idee dat cameratoezicht dat niet direct bijdraagt tot de veiligheid, want dan kunnen er nog wel dingen gebeuren, zeg maar. Ja. Die camera's die voorkomen op zich natuurlijk niet echt per se dingen. Ik denk ook wel dat echt slimme mensen dan, dat die ook wel weten waar die camera's hangen en die doen dan ergens rottigheid waar dan toevallig geen camera's hangen, zeg maar. Ook dat Enschede kan best zonder recreatiebad. Nou, daar ben ik mee oneens, want ik ben wel blij met een recreatiebad, met een zwembad. Duitsland is voor Enschede belangrijker dan de Randstad. Gaat u veel naar Duitsland? Ja, ik ga wel eens, we gaan wel eens boodschappen doen in Duitsland en winkelen en zo. Ja. Dus ik ben het daarmee eens, want ik kom vaker in Duitsland om te winkelen, zeg maar, dan in de Randstad. Ik maak me zorgen over de polarisatie, ook in Enschede. Dat het inderdaad meer tussen mensen is, dat er mensen natuurlijk gewoon allemaal hun eigen mening hebben over dingen. En dat niet al die mensen zeg maar te regelen en te besturen zijn door de politiek. In mijn wijk mis ik een buurthuis. Nou, Is er een buurthuis bij u in de wijk? Nee, maar wel iets verderop in het Boswinkel. Ik woon in het centrum dan, maar er zijn wel heel veel buurthuizen. En ik kom daar ook wel eens. En ik ben daar ook heel tevreden over die buurthuizen. En ik vind ook zeker niet dat er minder buurthuizen moeten komen. Het wordt tijd voor een windmolen in Enschede. Nou ja, ik ben wel voor windmolens. En waar moeten die dan komen in Enschede? In ieder geval niet midden in de stad. Ik ben trots op Enschede, ja. Oh, dat zegt u meteen. Ja, waarom? Ik vind Enschede gewoon een leuke, gezellige stad.